Het duurde wat langer bij DDT. Wacht. We moeten dat aan Carmen vragen. Want ik weet dat ze daar op de bond nogal gevoelig zijn voor vrouwelijk schoonzo. Ja. Pascal? Pascal. Allee, slaapwillen, Pascal. Ja, dan moet ik het moeten voortspelen. Dimitri? Zeg, hebt jij al steunkaarten voor onze wafelbak van woensdag? 50 frank voor een wafel. Alsjeblieft. Dat is tegen mijn principes, het doortje. Oeh. Ja, maar als we er genoeg verkopen, hè, dan hebben we misschien geld genoeg om een gids mee te nemen. Ah, wafels. Ik had verstaan frikadellen. Ja. Het is wel niet goed voor mijn gezondheid, maar ja, eentje kan geen kwaad. Hè. Eentje dan. Eén boekje van 10 wafels. Hè? Ja. Ik heb, mag ik het zeggen? Ik heb hier geen bufje van 500. Studio blij. Ja, oké. Acteurs ook. 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, en het ruikt hier al heerlijk in Café De Kampioen, beste luisteraars. Onze dames zijn ijverig aan het bakken geslagen, maar helaas, er zijn nog geen begadigden komen opdagen. Ja, en mevrouw Waterslagers heeft weer een wafel klaar. Mogen wij eens kijken? Ja, zonne. Ja, de afwezigen hebben misschien niet helemaal ongelijk. Dat is wel waar. Ja, misschien kunt je een keer hier komen. De wafels zijn overheerlijk. Ik heb hem al gestopt. Goede duider. Zo is het met de duider. Houd dat even vast. Ja. Wat gaat je doen? Zeg, jij is dat geworden? Noem maar dat dus gewoon een truc, er kan niks gebeuren. Ja, allee, ik koop het voor u. Goed, pas op, ik giet de melk hierin. Ja. En hopla! Dat zou niet mogen gebeuren, Carmenneke, sorry, maar de... Het is niks, zoeteke. Ik ken ook een trucje. Een kamas, Een kamas. Dat is een poesje, misschien. Dat was van het goede. En als je de poes bij de melk zet, kunnen we dat nu doen met het stuk? Nee, je ziet dat niet. Nee?
Het is goed. Doe maar verder. Wordt dat zuur, hè, Loes? Ja. Hey, we kunnen het nog eens doen. Het is wel part-time, dus een paar halfdagjes in de week. Dus dat wel, hè. Maar we gaan er morgen niet serieus over klappen. Hé? Allee, goedenacht, hè. Dost? Dat is Dimitri. Dat van dat fulltime werken zal ook niet doorgaan. Het wordt part-time. Wat nu? Wat heet het woordje? Ja, part-time. Huh? Hm? Staat het niet? Part-time. Hm? Hier! Was het goed? Allee, pa. Uw beste speler verkopen. Pieke, jij beziet dat veel te idealistisch kind. Jij zult nog veel moeten leren. Dat is een dikke cliché, Emma. Ah, dat is een cliché. Elke keer als ik u iets zeg dat u niet aanstaat, is dat een cliché. Ken dat? Maar allee, wat blijft er nu over als Pico weg is? Ja. Maar wie weet wat voor een krabber in zijn plaats komt. Dikke shit. Dikke shit, shit, shit. Het is een beetje op uw woorden, zeg. Transfers die gebeuren overal. En daarbij, uw pa die weet heel goed wat hem doet. Onze pa die heeft niks te zeggen. Alsjeblieft, hè, Bieke. Zorg dat niemand dat hoort. Uw pa die heeft hier alles te zeggen. En als ik jij nu trainer Oscar, was... Oscar, zwijg dus. Ik ben aan het spreken. En ik vind dat jij een beetje meer manieren moet leren. Het zou bij ons thuis niet waar geweest zijn. Hier. Ja. In mijn tijd... Ja, zeker in mijn tijd. In mijn tijd luisterden de kinderen naar hun ouders. Ah. En zetten ze zo geen grote mond op. In mijn tijd werd er niet gediscussieerd als je aan het eten waard. En als er iemand iets te zeggen had, dan was dat de vader. Is het niet waar, Oscar? Ja. Bon. Zo was dat in mijn tijd, zeg. Ja. Ja, Oscar, ik ga wel. Dat jij je zo op je kop laat zitten, hè? De mens moet de kerk in het midden houden. Ik zou daar niet tegen kunnen. Bieke, waarom denkt jij dat mannen vroeger doodgaan dan vrouwen? Dag, meneer. Ah, dag, mevrouw. Ik ben hier toch bij meneer Oscar Krukke. Ja, ja, dat klopt zeker. Ja, Bieke, zeg nu niet, hè. Ik ben hier met belangrijke besprekingen bezig. Straks, Bieke, zeg alstublieft, is dat mogelijk? Kom, kom. Allee. Geen goede ploegspeler, wie zegt dat? Gij zelf? Heeft u in de steek laten tegen het leger? Ja, maar dat was omdat zij tenuken hier. Vraag u of hij u in de steek heeft gelaten. Dat was een sociaal geval. Balthazar, heeft u in de steek laten tegen het leger, ja of nee? Ja. Sorry. Een sociaal geval in Tutu. Als in een maatschappelijke toestand, sociaal familiale omstandigheden. Ja, sorry. Actie. Maar 250.000 frank, dat is toch niet te duur, hè, Owen? Dat is veel te duur in Balthazar. Hey. En daarbuiten is geen ploegspeler. Meneer Boma? Bieke, alstublieft, hè. Ik ben hier bezig met belangrijke besprekingen. Nee, Carmen, die straks, Bieke, hoe is dat mogelijk? Kom, Bieke, kom. Geen ploegspeler, wie zegt dat? Maar jij zelf? Hij heeft u in de steek laten tegen het leger. Ja, maar dat was omdat ze de tenue niet... Ik vraag u of hij u in de steek heeft gelaten. Ja, maar dat waren familiale omstandigheden. Balthazar, heeft u in de steek laten tegen het leger, ja of nee? Ja. No further questions. Hey. Om je nu een buik te bijten. Hallo? Zeg, Bieke, wat dat jij mee hebt aangedaan, hè? Maar le, Pico, ik kan er toch niks aan doen dat jij je bal laat afpakken. Ja, ja, Bieke. Twee pintjes koffie? Ja. Hoe kan dat nu? Ja, jongen, hoe kan dat nu? Zijn tenminste zeker van uw plaats in de ploeg, Pico. Ja. Wie weet zou het Geneese provinciaal altijd op de bank moeten zitten, hè? Maar ik denk dat ik het weet, hè. Ja? Ja, maar niet te rap conclusies trekken, hè. Hm? Ah, wel, Bieke, hè. Die heeft geen reflecties. Dan zeg ik dat toch niet.
Kom, we spelen veilig. Excuseer, dat is iets heel onnozel als je dan weer wilt. Maar ik denk dat ik het weet, hè. Oh, niet te rap conclusies trekken. Wel, Bieken, hè. Die heeft geen reflexen. Als je iemand tegenover je hebt met reflexen, wel, die volgt een schijnbeweging. Heb je iemand zonder reflexen? Wel, dan loop je te pletter en dat is er gebeurd. Ja, dat kan. Dat zal het zijn. Zeg maar, dat is interessant voor jij, Oscar. Wat? Wel, een annonsje in de gazet. Spelers gevraagd, zonder reflexen. Je kunt hier blijven slapen, dokter. Merci. Ik zal eens gauw opruimen. Heb je geen honger? Wat? Zal ik je eens zien of dat er nog wat broodjes over zijn? Hm? Ik weet wat je gaat zeggen. Ik weet altijd wat je gaat zeggen, Oscar. Waarom moet ik het dan nog zeggen, als je toch weet wat ik ga zeggen? Omdat ik altijd hoop dat je niet gaat zeggen wat ik weet wat je gaat zeggen. Als je dan toch hoopt dat ik niet zou zeggen wat ik te zeggen heb, waarom doe jij dan altijd dingen die ik moet zeggen, dat bij dat tappen? Je mij laten zeggen wat ik moet zeggen. Ja, twee keer. Doe eens terug. Alles, Willy? Wacht eens even. Linda, wat is het? Als je iets te zeggen hebt, zeg het dan. Oké, we gaan af. Maar een vrouw, wat kan die doen? Ja, en ik kan u zeggen, kuisen bij zo iemand als de bal, dat is het ook niet, hè, no? Amai. Dortje, ik zoek iemand. Oh, du fatsoen, gij. En niet om te kuisen, om mijn papieren in orde te houden. Twee of drie of vier voormiddagen in de week. Om te beginnen, Dortje. Dimitri, wilde jij mijn klanten niet eens meer rust laten? Ja. Sorry, maar dat was de fontein, hè? Ze is weg, hè? Ze is echt weg, hè? Miljarden, miljarden. Nee, pa, doe dat niet. Ik moet iets drinken. Ik heb de rekening bij. De stelling valt geweldig mee. 2220 frank. Die verplaatsingskosten inbegrepen. Hè? Voilà. Amai, wat gaan we hier nog allemaal meemaken? Oscar, wat doet jij nu? Oscar, je doet onnozel. Ja, ik weet het. Ik ben onnozel. Dat heb je 100 keer gezegd. Jij bent niet onnozel. Jij bent charant in de artiestenbaan. Terug. Sorry. Zullen we te lachen? Oh, dat. Al de naïen. Allee, Oscar, wat doet jij nu? Oscar, je doet onnozel. Ja, ik weet het. Ik ben onnozel. Dat heb je 100 keer gezegd. Och, jij bent niet onnozel. En jij wordt serant in de artiestenbaar. Ik ben in deze plaats de trainer. Je hebt het ver gebracht, meneer de trainer. Ik weet het, Pascal. Ik ben een grote nul. Maar enfin, Oscar, begrijp je nu niet dat we, eindelijk de kans krijgen om ons een beetje op te werken? Pascal, je begrijpt er niks van. Maar ik wil het toch eerst zien draaien, voordat ik u geloof. Nee, dat gaat niet. Ik kan dat hier niet aansluiten. Ja, dan dragen ze binnen, hè? Nee. We mogen het niet kantelen. Ja, dan zitten we ze recht in zicht. Ja. Krijg mijn nestels moeilijk toe, zeg. Het zijn schone zonder nestels. Het is omdat ik ze moeilijk toe krijg, hè. Zeg, kom, help maar mee. Jij daar in de kampioen hier, vooruit. Ja. Zal ik de deur open doen, ja, hè? Ja, dat is goed. Ja. Allee. Ja. Ah, ja. Ja. Voorzichtig, ja. Hè. Ja. Oké. Okay. Ja? Ja. 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 Allee. Ja. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, actie. Elkaar. Ja. Is het al klaar? Kom, zit in de kleedkamer. Ja. Huh? In de kleedkamer. Ah. Ah. Oh, sorry. Ah. Stop. Stop. Zes. Ah. Erin, echt niet ineens. Wat was dat? Dat is je godverdomme nog, hè? Oscar, alsjeblieft, houd op. Het was mijn idee om bij u weg te gaan, hè. Alsjeblieft. Uw idee? En wat heeft die tv-worst dan meer dan ik? TV-worst? Je ziet dat toch zo'n onzin niet te lachen en doet iets!
kalm, Oscar, kalm. De eerste. Die een vinger naar mij uitsteekt, die kan nu best een kamer in het hospitaal. Ik kan niet tegen de geur van de kliniek. Ik word er zo depressief van, hè. Handelaar! Oh, pardon. En dan ben je nee, over dat veld. Maar beloofd is beloofd, hè? De rijden is nog altijd van mij, hè, Dimitri. Ik dacht dat jij een man van uw woord waard. Absoluut. Maar ik wil... Je wilt meer geld? Nee. Maar van ja, maar... boom, ik heb dat veld nodig. Ik droom ervan om daar een garage zitten met zo'n grote weg. Dat kun je me toch niet tegenhouden? Ja. Ik ben aan het kloten. Ja, ik heb zo'n indruk dat hij aan het kloten is. Ik heb dat dikwijls mee zijn afleken. Ja, ja. Ik heb dat dus dikwijls mee zijn afleken. Vannacht, ik hoorde hem luid zuchten zo. En dan ineens niks te meer. En is in mijn armen gestorven. Oh, dat is erg, hè? Oh, ja. Oh. Wat is dat hier? Dat zijn vrienden die komen hier... Zijn onderbroek terugbrengen, madame. Zijn onderbroek? Oh, nee, hè. Zeg... Die morele citroze vent geworden zijn, hè? Ja, maar uw gezicht is heel traag. Ja! Ik zeg Xavier, hè, die hing daar zo raar rond in de garage van DDT. Xavier? Is die niet aan het shotten? En waarom heeft hem zijn vogelbeker achtergelaten daar? Ja, ja, die Xavier. Wat? Ik heb gezien hoe Boma geld gegeven heeft aan Xavier voor een beker te kopen. Voilà, zijn vogelbeker wordt een Boma. Sorry, Willy. Oh, dat was een leerling. Shoot toch. 3, 2, 1. Meneer Boma, je moet opletten voor uw gezondheid. Veel kieskeuriger eten. Sorry. Mijn gouden tanden. Is er nog rust? Ja, maar ik had het verwacht. Ja, maar nee, maar straks als ik... Als ik straks lag, maar ik zal die terugleggen. Ja. Aandacht. En wat heb ik dan vanmorgen gehoord? Ja, maar die aftrap is om 3 uur, hè. Oh, ja. Dat is geen zicht, hè. We gaan ons belachelijk maken. Oh ja, aan de ene kant staat het gras kort en aan de andere kant kun je er bijna niet op shotten. Dat plein, dat moet in orde gemaakt worden, hè. Maar nu de petten is daar bitter. Die is in staat om alles al... Oh, er is al van gebeten. Zijn dit al de bertjes? Is dat nu nog raccord?
Dat zijn witte producten, hè? Ja, ja. Dat je dat moeilijk kunt overdoen. De Giraud heeft het geprobeerd, zo. Oké, aanmerkt iedereen. 10 seconden. Allee, Oscar. Carmenneke, Carmen. Geef eens even de kaartjes. Kom. Waarom? Ah ja, waarom zie je mijn famo? Ja, ga maar, ja, ga maar. Hé, champagne, hè? Wat is dat hier? Ik kan het niet meer houden. De bouw mij eigen schuld. Wat is dat hier allemaal? De bouw mij eigen schuld. Hij pakt die hand. Het is al ganse tijd dat je mij zit te bespioneren en commentaar te geven. Pure jaloezie. Ja. En waarom zouden wij jaloers zijn? Ja, en zeker niet op iemand die met zijn gat vol schulden zit. Je zit jaloers op de carrière van Xavier, ja. Groen van jaloezie. Zeg, Carmen, ik zou het niet mogen zeggen, hè. Maar... Pascal. Ja, zeg wat je te zeggen hebt. Ah, wel, hè. Pascal, ik heb een idee. Jij moet het niet moeien. Ah, wel? Zonder uw vrienden, hè, Carmen. Pascal! Belachelijk mens. Ja, belachelijk mens. Deur tegen. Wat een kop. Ah, Oscar Prudhomme. Rustig, rustig. Kom aan, allemaal naar de kleedkamers. We beginnen eraan, mannen. Kom aan, volgen. Volgen. Dat is goed dat jij aan het doen bent, ja, ja, matrassen. Ja. Ik ben Carmen. 2, 1, actie. Toortje? Wat is het toortje? Is dat nu toch mogelijk, hè, dat al die mannen vallen voor zo'n trut van een Sabine? Maar hij komt vallen voor Sabine. Ja, hangt een onnozelaar niet uit, hè, Pico. Ik heb wel gezien hoe dat hem stond. Haar stond af te likken. Hem stond af te likken, zeg. Sorry. Oscar, schrok zo niet. Om hoe laat ging je weten? Om 6 uur. En hoe laat is het? 6:10. En ze is toch maar 1 dag hier, hè? Maar allee, 10 minuutjes. Over een kwartier is die vergadering van toneel. En dan moet madame nog eten, zeker. Wil vandaag geen eten. Als dat kind wil eten, dan krijgt het eten. Zij zal zich houden aan de regels van het huis. Om 6 uur eten, voor 12 uur naar bed. Straf, hè? Dat is de eerste keer in maanden dat hij gewonnen heeft. Ja, die Chantal, hè. Mijn koek. Mijn. Mijn cookie. Wat wil jij eigenlijk? Mijn cookie frookie. Mijn cookie. Mijn pico. Wat komt erachter? Dat zeg het maar eens dan. Mijn pico. Zeg het maar. Mijn pico noemt haar. Ja, mijn cookie neemt haar. Mijn pico. Straf, hè. Dat is de eerste keer in maanden dat hij... Hier is een kontje. Ja, oké. Okay. Straf, hè. Dat is de eerste keer in maanden dat hij gewonnen heeft. Ja, die Chantal, hè. Mijn Pico die noemt haar al de nieuwe mascot van de ploeg. Mascot, mijn voeten, ja. Ze doet in elk geval heel veel moeite om ons mannen aan de naak te slaan. Ja, en dat lukt haar goed ook. Xavier lost daar geen meter. Oh, Xavier niet alleen.
Pico, hè? Die heeft nog geen 5 minuten naar mij gekeken. Ah. En Oscar, die vindt dat Chantal heel veel verstand heeft van voetbal. Oh, vrouw. Excuseer, mag ik even bij de spiegel? Is uw mascarij uitgelopen? Nee, ik gebruik alleen goede marchandise. Ja, wij ook. Enfin, ik het toch. Tja, dat zou je niet zeggen. Moeilijke zaak. Alles goed? Met mij ook, dank u. Tja, tja, wie we daar hebben. Ah, Chantal, je bent er al. Dag, Dimitri. Dag. Doortje zei dat jij er niet waart. Hoe, Doortje? Ik ben er toch? Ja, maar daar juist was je er nog te nieren. Is dat jodelen dat jij doet? Wat is er? Niks, niks, het interesseert u toch niet! Oh, zeg! Oh, Pico, wacht. Pico! Pico! Ik ben in verwachting. Oh. Ongelooflijk. Dat is niet te goed. Wat? We zullen onze inventaris wel afkrijgen, hè? Je zult er niet moeten blijven kamperen. Dimitri, ik weet niet wat ik heb, hè, maar doe niet anders dan eten en overgeven. Dat had waarschijnlijk het menselijk lichaam in evenwicht, hè? Zeg, Dimitri, voordat ik het vergeet... Sorry, hè? Stuk, stuk, stuk. Je moet me zelfs je blauwe plekken niet laten zien. Alhoewel, als je een getuige zoekt, dan zal ik graag de lichamelijke letsels constateren. Oh, Dimitri, voordat ik het vergeet, ik moet straks nog even telefoneren. Privé. Doortje, je weet, ik kan royaal zijn, hè. Bel maar. Ik zal er u zelfs niks voor aanrekenen. Dat is toch buiten de zone, niet buiten de zone, hè? Dat is ook goed gezet, dat is ook goed gezegd van Waaier. En ik heb hem te vroeg gepakt in telefoon. Dat is ook dikker orde, even van Waaier. We doen dat laatste stukje opnieuw. Dat is toch buiten de zone?